Hey Cortana. Set a timer for 15 minutes. I'm counting down from 15 minutes. Hallo allemaal, ik ben Otto Ome. Hey Siri, en zo roep je de spraakassistent op een iPhone. Hey Cortana, en dat is de spraakassistent van Microsoft Windows 10. Wil je weten hoe je die instelt? Blijf dan kijken. Eerst moet je de laatste Windows 10 update uitvoeren. Ik heb momenteel versie 18.03. Hoe kom je Windows versie te weten? Ga naar instellingen. Kies systeem. En hieronder is info. En hier zie je dus allerlei gegevens. En hier zie je dus Windows specificaties 18.03 of hoger. Ik sluit het weer. Voor alle zekerheid doe een Windows update. Doe je dat? Je gaat weer naar het Windows menu. Je typt Windows update. En je klikt hier naar updates zoeken. Voer dat uit. Installeer. En dan zal Cortana erbij zitten. De installatie duurt een heel tijdje. Dus neem tijd genoeg. Oh ja, nog iets. Je moet natuurlijk ook een aangesloten werkende micro hebben. Alles klaar? We beginnen nu aan de instellingen voor Cortana. Ga naar instellingen. Instellingen. Kies tijd en taal. Kies hier links regio en taal. En je kiest hier voor taal toevoegen. Engels. En je moet Engels United States. Ik ga dat niet meer doen, want ik heb Engels United States al geïnstalleerd. En dan ziet dat er zo uit. Waarom moet het Engels? Cortana werkt momenteel alleen in het Engels. Binnenkort misschien ook in het Nederlands. Dus na installatie van dit talenpakket kies je hier Engels United States. Hier staat een bericht dat dit alleen actief is als je opnieuw opstart. Maar voordat we opnieuw opstarten, gaan we terug naar instellingen. We kiezen privacy. Privacy voor de microfoon. Je zorgt dat dit aanstaat. Apps toegang verlenen tot uw microfoon. Kiezen welke apps toegang hebben tot uw microfoon. En je zorgt dat dit aanstaat. Dus niet zo, maar zo. Klik in dit uit. Je moet opnieuw opstarten. Voor de Engelse taal opgepast. De meeste zaken zijn dan in het Engels. En het toetsenbord staat ook op QWERTY. Ik ga dus opnieuw opstarten. Tot zelfs. Opnieuw opgestart. Oké. Zet het toetsenbord eerst op AZERTY. Als je natuurlijk geen QWERTY toetsenbord hebt. Ik woon in België en België hebben een AZERTY toetsenbord. Dan kan je hier rechtsonder kan je hier het toetsenbord kiezen. Voilà, ik sta terug op AZERTY. Volgende instellingen. Ga naar instellingen. Je kan instellingen typen, maar hier kan je ook op klikken. Settings, het staat nu in het Engels. Ga naar Time and Language. En ga hier naar Speech. Kies Speech. Kies hier Engels. Er is er maar eentje. Vink dit ook aan. Recognize non-native accents for this language. In dit geval herken niet Engelse accenten. Dus ik ben Nederlands en ik spreek Engels. Dan heb ik een accent. Text to speech. Dus welke stem wil je hebben? Je kan hier kiezen. Er zijn drie mannelijke stemmen, maar ik verkies de vrouwelijke stem. Preview voice. You have selected Microsoft Sira as the default voice. Ik sluit dit. Ik ga weer naar het Windows menu. Ik type Cortana. Cortana en search settings. Selecteer language, dus taal. En hier moet je kiezen English United States. Sluit deze settings. Je ziet dat hier een zoekbalk komt van Cortana. Je gaat nogmaals Cortana ingeven.
En nu staat hier ook talk to Cortana. Hier staat hey Cortana. Als dit uitstaat. Stond zojuist aan. Ik heb het terug uitgezet. Let Cortana respond to hey Cortana. Ik klik daarop. En al de rest laat je maar aanstaan. Dus als ik nu roep hey Cortana. Dan zie je hieronder Cortana verschijnen. Ik zeg hey Cortana. Who is Bill Gates? According to Wikipedia.org, Bill Gates is an American business magnate, investor, author, philanthropist, humanitarian, and principal founder of Microsoft Corporation. Enkele leuke voorbeelden waarmee je Cortana kan gebruiken. Het is wel in het Engels, maar het komt binnenkort waarschijnlijk ook uit in het Nederlands. Hey Cortana! Where do you live? In the cloud, whatever that means. In plaats van haar te roepen, ga ik op het microtje klikken. Dus ik ga nog een paar voorbeelden geven. What do you eat? I don't eat, but if I could, I'd start with waffles. Tell me a joke. How do you tell the difference between a walrus and an orange? Put your arms around it and squeeze it. If you don't get orange juice, it's a walrus. Translate into Spanish. I can translate to Spanish for you. Tell me below what to translate. In which country do they speak Dutch? I've got this for you on in which country do they speak Dutch? Probeer Cortana ook maar eens uit. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Help me zo snel mogelijk de 1000 abonnees te bereiken. Of meer natuurlijk. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!